De zon schijnt en ik ben hier in het prachtige Zuiderzeemuseum in Enkhuizen voor een culinaire tocht vers van vroeger. En bij een culinaire tocht wordt proeven, veel proeven. Kijk, hier wordt al gekookt. Ja, 12 uur is etenstijd, hè? 12 uur, middags. Ja, dat was me vroeger gewoon. En dit is witkool? Ja, dat is een speciaal, ja, weer van Urk, een gerecht. Ze noemden dat burengerucht. En daar gaat op de witte kool en een ui en een aardappel. Ik ben wel benieuwd hoe het smaakt. Nou, zullen we aan tafel gaan? Ja. Dat lijkt me heel goed. Nou, ik zou zeggen, neem plaats. Zal ik hier gaan zitten? Ik vind het best. Sausje erbij? Ja, dat maak ik van mosterd. Vroeger werd veel gedaan met azijn en mosterd voor de smaak. Ja, ze hadden alleen zondags een stukje vlees en dan die simpele maaltijden moesten toch een beetje smaak krijgen. Ja. En dan werkt ze dus heel vaak wel met mosterd. Lekker. Nou, ik ben heel benieuwd. Geen mes, alleen vork. Nee, prakken mag, hè. Lekker dat mosterdsausje erbij. Nou, er werd niet slecht gegeten. Het was natuurlijk niet heel overdadig. Maar het is ook niet zo dat het pure armoede was, toch? Nou, het moest je maag vullen. Je moest hard werken en buiten. En of het vet was, dat is tegenwoordig, mag dat niet. Maar toen verteerde dat allemaal wel. Hmm. En het ging niet om de vitamine, want dan wisten ze niet. Het ging wel om je maagvulling. En goed, ik zie sprot hangen en ik zie haring. De kleintjes zijn de sprotjes en de grote zijn haringen. Kijk, en als ik een rook wil creëren, dan pak ik dat beuken. Dan gaat het beuken eroverheen. Oh, dan stopt hij ook. Dan stopt hij meteen. Roken. Dat brandt daar niet, dat gloeit alleen maar. En een vis moet vet zijn om te kunnen roken? Ja, als een vis niet vet is, wordt hij heel droog. Ja. Het kan wel en dan warm opeten. Maar het is hoofdzakelijke paling, zalm, makreel, forel, sprot. Ik wil zo wel eens wat proeven. Ja, kan. Het ziet er prachtig uit, zo goudkleurig in het licht, hè? De truc is eigenlijk gewoon zo, maar denk om de kleding, want ze zijn vet. Ja, om recht overeind. Ik doe het ook. Ik ga kijken hoe ik het moet doen, hoor. Gewoon zo houden, een beetje bukken. Beetje bukken. Ja, en dan? Hop. Ik eet er met alles. In één keer. Niet bang zijn. Ik eet er wel 20 per dag. Nu kunnen ze hem inderdaad helemaal opeten. Ja. Dit is warm gerookt, we roken ze helemaal gaar. Eerst een uur in een pekelbadje in zout water. Dan even een kwartiertje droog in de wind op het rek. En dan worden ze gerookt. Het zout geeft en een beetje smaak en dan trekken vast wat vocht uit die vis vandaan en daar worden ze lekker van. Ik heb nog één hapje. Ik ook, heel klein stukje, maar gooi het echt niet weg. Hey Jos. Hey, goedemiddag Jannie. We zijn hier voor het eten, maar ik zie dat je ook druk met plantjes bezig bent. Ja, ik kweek alle planten hier voor het Zuiderzeemuseum, voor in de huisjes en voor de bloementuin. Hey, en ik zie buiten een hele mooie boomgaard. Ja, dat, een, fruitbomen. Dat zijn fruitbomen. En bessenstruiken eronder. Ja, bessenstruiken. Ik heb nog nooit gezien, zodat die bessenstruiken daaronder staan. Ja, maar heel economisch, hè? Ja, enorm. Heel economisch. Er was vroeger in West-Friesland was er bijna meer water dan grond. Ja. Dus elke vierkante centimeter werd benut. Vooral bij huis. Ik vind het vooral ook heel mooi staan. Ja, is het ook. Maar daar deden ze het een beetje niet voor. Zullen we even naartoe lopen? We gaan er even naartoe. Maar het is laat dit seizoen, hè? Ja, we hebben ook nog een late vorst gehad. Van min 8, windkracht 8. Ja, en dat laatste sporen na, hè, dat dus waarschijnlijk heb ook het fruit behoorlijk op achteruit gezet. Ja, inderdaad. Slechte oogst, denk ik ook dan, hè? Nou, of weet ik niet. Zegt dat niks al? Kijk, er zit behoorlijk bloesem aan. Dus,
Dat gaat wel lukken. En al die bessen hieronder? Ja. Zwarte bessen, rode bessen waarschijnlijk? Rooi, witte. Er zitten nog twee rijen wit tussen. En we hebben nog kruisbessen hier op de kant staan. Oh, is ook lekker. Ja. Zeggen jullie kruisbessen of klapbessen hier? Kruisbes. Kruisbes, ja. Of kruisebaai in het West-Fries. Kruisebaai? Kruisebaai, ja. En doen jullie wat met de appels en peren? Alles wordt geoogst, geplukt. Ja, de ene soort is vroeger dan het andere soort. En wordt verwerkt of wordt, niet? Of gaat dat als wordt, fruit zo? Dat gaat naar diverse locaties hier. Dan wordt het gegeten. We delen ook wel uit in het park. Ik ga eens kijken in het restaurant wat jullie voor lekkers maken. Ja, dat is een strak plan. Strak je doet plan, vast wel wat lekkers. Jij bent hier coördinator van dit project. Klopt. Dit is de foodtruck. Ja. En ik zie allemaal lekkere dingen. Zeker. Dit zijn allemaal moderne gerechten. Moderne interpretaties van eten van vroeger. Zullen we het opscheppen en ga je me er dan alles van vertellen? Zeker. Gaan we doen. Dit is ontwikkeld door food. Curators. Precies. Dat zijn ontwerpers die concepten ontwikkelen rondom voedsel. Eten is natuurlijk dit jaar het thema. En we vragen elk jaar ontwerpers om het erfgoed van de Zuiderzee naar het heden te vertalen. En food curators hebben dat dit jaar voor ons gedaan. Nou, het gerecht dat je hier ziet is een flankkoegen geïnspireerd door kapkool. Een gerecht van Urk. Echt een oud streekgerecht. Ja, een heel oud streekgerecht. Je ziet hier dus witte kool, dat is in de bodem verwerkt. En spekjes, maar ook stoofpeer zit erop. Het is echt een gerecht waar je vroeger de hele dag op kon werken. Ja, heel benieuwd. Eigenlijk een geweldige vertaling dit. Mm-hmm. Want het is een moderne smaak, maar tegelijkertijd heb je echt ouderwetse dingen erin verwerkt. Absoluut, ja. En een combinatie waar je misschien nu niet zo snel aan zou denken, ons stoofpeer. Nee, maar juist dat beetje zoet, dat is een goede tegenhanger voor het spek. Ja. Dan ben ik heel benieuwd naar de kroket. Gerookte haring. Gerookte haring. Zitten, zitten. Dat is heel spannend. Ja, straks mooi gebakken. Je proeft heel duidelijk dat gerookte. Mm-hmm. Ja, bijzonder. Het is een subtiele smaak. Ja. Het is niet heel overweldigend, de vis. Nou ja, dit is natuurlijk een perfecte afsluiting met al die mooie happen. Ja. En ik vind het echt een geweldig initiatief om die moderne vertaling te maken. Dankjewel voor je uitleg. Dankjewel. Ik heb hier vandaag heel veel geleerd, veel inspiratie opgedaan en heel veel lekkere dingen geproefd. En dan heb ik nog niet eens alles geproefd.